Een hele goede avond, dames en heren. Ik ben eigenlijk hartstikke gelukkig vanavond, want ik weet niet of je het misschien hebt gehoord. Ik ga trouwen. Het heeft echt lang geduurd. Want ja, ik zal niet precies zeggen hoe oud ik ben, maar ik ben toch al een tijdje bezig om de juiste liefde te vinden. Liefde is heel belangrijk in ieders leven. En we denken er vaak de hele dag aan. Alleen, ja, je moet zelf actie ondernemen. Dus dat is een goede tip aan degene die nog niet samen is. Ik ben mijn liefde zeg maar 9 jaar geleden tegengekomen. Ik zag ze toevallig op tv. Dat is wel heel uniek natuurlijk. En omdat ik zelf ook wel eens in die scene kom, ben ik gewoon gaan bellen van, hey, wie was dat meisje eigenlijk op tv? En ik kwam er al heel snel achter dat ze eigenlijk vlak bij mij in de buurt woonde. Heel gek, want ik had haar nog nooit gezien. En achteraf bleek dat we dezelfde kennis hadden, dezelfde vrienden hadden en dezelfde winkels kwamen. En dat zij ook gitaar speelde, piano en saxofoon. Ze had een eigen studio, ze had hits in België, niet zozeer in Nederland nog, maar in België. En was een hele dynamische persoon. Wat heb ik gedaan? Ik heb haar meteen gebeld. Ik heb een afspraak gemaakt. Meteen de koe bij de horens gevat. Ik bel erop. Ik zeg, hallo, met René Schumann. Ik zou je graag willen ontmoeten. Maar niet natuurlijk voor meteen met haar verkering te krijgen, maar om met haar te werken. Dus ik heb dat gedaan. Ik heb een hart gevolgd. En dat is misschien een mooie tip. Voor jullie, volg je hart. Dan moet het goed komen. En ik ga je nu aan haar voorstellen, want we gaan trouwen inderdaad binnenkort, volgende maand, op Hawaii. Mag ik even een groot applaus voor een hele bijzondere muzikale dame, Miss Angel Eye. Dag dames en heren, hartstikke leuk om hier te zijn. René, fantastische aankondiging. Leuk om jou ook weer te zien. Ik werd bijna verlegen, maar goed. Nou, dat is toch zo, je moet je hart volgen. Hè? Dat is toch heel belangrijk. Dat is wel zo. Actie zelf ondernemen en eigenlijk René is een beetje verlegen van aard, maar hij heeft toch gebeld en het heeft gewerkt. Ja, dus als het erom gaat, dan ben ik niet verlegen, Angel. Dat zal ik in ieder geval meer gaan bewijzen de komende tijd. Maar goed, we zijn eigenlijk heel vaak samen onderweg, René en ik. En als we dan laat thuiskomen, dan... We bewaren meestal nog één nummertje voor het slapen gaan. Een liedje voor het slapen gaan. Een liedje. Dat is lekker. Over de liefde en dit volgende nummer van een persoonlijke kennis van ons, Phil Everly en de Everly Brothers, gaan we nu zingen. Let it be you. Me. You and me, ja. So now